allemaal, dit ben ik, Janet. Ik maak video's over kroeshaarverzorging en nog heel wat andere dingen. Maar voor vandaag gaat het over kroeshaarverzorging. En dit zijn twists van 2 weken, denk ik. Of misschien zelfs wel meer. Like, who would know? I don't know. Wat ik wil gaan doen vandaag... Oh, wacht, voordat we verder gaan. Denk eraan om even een duimpje omhoog te doen. En te abonneren, natuurlijk. Want ik zeg alvast dankjewel. Want ik weet dat je het gaat doen. Als je het nog niet hebt gedaan. Maar ja, wat ik wil zeggen... Wat ik in deze video wil laten zien is dus hoe ik zeg maar mijn haar ook een soort van transitiekapsel doe. Want die mini twist, het duurt zo lang. Het duurt echt lang voordat die zeg maar weer los zijn. En omdat ik ze al een paar weken erin heb, dan heb ik van die stof in product build-up. En het is niet fraai. Eigenlijk moet ik mijn haar wassen, maar like nou, ik ben gewoon moe. Nu ook, hoe ik aan het praten ben, ik ben moe. Dus ik zeg jullie alvast sorry voor als ik aan het slissen ben en je me niet goed kan verstaan. But hey, that's my life of a chronically ill person. Oké, maar de eerste stap die ik net had gedaan is eigenlijk mijn haar eerst even nat maken. Want normaal als ik die mini twist losmaak, dan doe ik dat onder de douche. Want dat gaat gewoon veel makkelijker. Dan glijdt alles gewoon een beetje makkelijk. En kan ik die haren gewoon goed... losmaken zonder al te veel, hoe noem je dat, te beschadigen? Is dat het woord dat ik zoek? Ik weet het niet zeker. Maar ja, dat ging niet helemaal goed daar. Anyways, ik probeer eigenlijk mijn haar dit hele proces een beetje vochtig te houden. Niet nat, want ja, dan moet ik weer mijn natte haren gaan slapen en zo. Like no. Gewoon een beetje vochtig. En ik deed dus volgens mij eerst water en dan een leave-in conditioner. En dan als laatste olie. Want hoe ik mijn haar hier vlecht, het is dan de bedoeling dat ik het ook weer een paar weken, wou ik zeggen. Dat ik het minimaal een week, denk ik, zo hou. Want, ja, like, who got time? Wie heeft tijd om dat het haren te gaan doen? Maar ja, ja, dus dit is eigenlijk het proces wat ik over mijn hele hoofd doe. En ik had het echt onderschat. Ik dacht, dit doe ik wel even, maar... Ik ben vaak een beetje te enthousiast, denk ik. Dus ik pank mezelf. Het proces over mijn hele hoofd is eigenlijk hetzelfde. En af en toe laat ik gewoon even dingen in real time zien. Zodat je weet van hoe lang het ongeveer duurt. En hoeveel moeite het me kost om mijn haar een beetje te detangelen. Een beetje uit te kammen met mijn vingers, zeg maar. Maar aan de voorkanten moet ik zeggen dat mijn haar... niet heel erg in de war zit. En je hebt dan wel die product build-up. Dus die stof, vuil, product. Weet ik veel wat allemaal achter is gebleven. Je hebt het wel, maar het is zachter, I guess. Het is makkelijker los te krijgen. Dus ja, daar had ik niet echt die struggles. Maar die struggles die komen straks. Je gaat het zien. Voor nu laat ik je gewoon even kijken. Want mijn spraak gaat al achteruit. Ik voel het al. Hey, morning. Dus het is de volgende dag. Ik was gisteren bezig en ik heb een paar dagen echt pijn aan mijn rug als ik gewoon eventjes sta. En ik zeg pijn, maar het is meer spierverzwakking. Dus als ik dan sta, dan kan ik eigenlijk gewoon niet meer staan. Dus ik dacht, ik kan het wel gaan forceren en mijn haar gaan doen, maar no. Dus het is nu de volgende ochtend. En ik ben weer hier. Ik was net al een beetje begonnen. Dus ik heb alleen nog maar de achterkant over. Dus hoe ik gisteren dan op de bank zat en dacht van ik ga niks meer doen. Had ik wel alvast die kleine twist zeg maar losgemaakt. Dus alles is wel los. Ik moet het alleen even nat maken met leave-in conditioner. En olie erin. En dan weer vlechten. Maar mijn ding is meestal aan de achterkant. Daar breekt mijn haar het snelst. Omdat ik hier echt die
Kijk, ik weet niet. Kun je dit goed zien? Kijk, deze. Ik weet niet of je het goed kan zien. En let niet op mijn droge, vol eczeem gezicht. Oh ja. Kijk. Deze stof. Bultjes. Hoe je dit ook wil noemen. Dat is eigenlijk. Dit hier, dat is eigenlijk. Waardoor mijn haar dan breekt als ik er geen tijd voor neem. En daarom als ik mini twists doe, ik hou van mini twists, maar ze zijn ook een beetje lastig. Het is gewoon echt opgehoopte product en stof dat je daar ziet. Dus als ik dan water spray, mijn conditioner zet, mijn leave-in conditioner en een beetje olie, dan maak ik dat echt los, weet je wel. En dan zorg ik er dus voor dat mijn haar niet vanaf hier al breekt. Dus dat is eigenlijk waar deze video over gaat. Dat is eigenlijk wat ik hier. Oeh, koud. Wat ik hier aan het doen ben. Aan het voorkomen dat mijn haar. Ja, kapot gaat eigenlijk. En oh ja, als je gewoon tijd hebt om je haar te wassen, was het dan gewoon. Maar. Ik heb geen tijd en ook geen zin, eerlijk gezegd. Dus dan doe ik even dit, zodat mijn haar weer een beetje een opfrisser krijgt. En dat wanneer ik dit weer los ga maken, dat het dan niet helemaal in de klit zit. En dat ik het, zeg maar, niet meer normaal kan kammen en zo. Kijk, hier heb ik altijd, ik weet niet of je het kan zien, hier heb ik altijd een dread. Altijd. Dus dit knip ik meestal wel eruit. Maar alle andere stukjes probeer ik gewoon rustig te verwijderen. Kijk, hier zit het ook gewoon vast. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik heb echt het idee dat ik dingen aan je laat zien die je helemaal niet goed kan zien. Hier, dit zit helemaal vast. Maar dan probeer ik dus wel een beetje mijn tijd te nemen. En bijna haarstreng voor haarstreng. Zeg maar. Van elkaar af te halen. Of te. Hoe noem je dat? Probeer gewoon die knopen eruit te krijgen. Crazy. Oh ja, iets dat ik ook nog doe is eigenlijk altijd wel even olie op mijn hoofdhuid. Vooral als ik een beetje jeuk heb of als ik merk dat het droog is. En ik gebruik gewoon olijfolie. Maar ja, dit was eigenlijk alles dat ik jullie wou laten zien. Ik ging nog een beetje struggelen ook met mijn babyhaartjes doen. Maar doe gewoon alsof je dat niet ziet. Ik kan het nog steeds niet na al die jaren. Maar ja, bedankt voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Geef me nog een duimpje omhoog. Wat is er nog meer om te doen? Volg me ook op social media, Instagram,
TikTok. Ik zeg zomaar TikTok, want ik heb daar nog geen één video. Maar alvast, weet je, dan ben je voorbereid. Dan ben je er alvast. Dankjewel. En laat me ook weten wat voor video's je ook nog meer zou willen zien. En dan ga ik mijn best doen om het te maken. Wij zien jullie de volgende keer weer.